I have a lot of flares, let me hang on, who's the hell is that? De knopen 10 man sterk door het regenwoud, rechtstreeks in de val. En al binnen een minuut was ik alleen. Geen kogels meer, vrienden weg, geen notie waar ik was. En in het bossen en de killers om me heen. Opeens klonk er geritsel, ik greep mijn bajonet. En mijn leven flitste even door mijn kop. Maar het was er een van ons, een soort van reus met een grijns van oor tot oor. Hij stond daar plotseling naast me en riep stop. Hij gaf me zijn geweer en zei ik sleep je hier doorheen. Als het moet neem ik je mee als handbagage. Ik zei je wordt bedankt, ik heet Johnny, hoe heet jij? En zijn antwoord was noem mij maar camouflage. Maar vraag me niet meer hoe. Ik begreep niet dat mijn vriend nooit werd geraakt. Hij werd doorzeefd met kogels, toch bleef hij rustig staan. Hij leek haast wel van lucht te zijn gemaakt. En al heel vroeg kwam de zon, alle vogels zongen luid en lief. En ik dacht, nu is het echt met me gedaan. Want de kogel met mijn naam erop schoot luid om door het bos. Maar mijn grote vriend sloeg hem net nog uit zijn baan. Alsof het een vlieg was. Edsel, don't be a hero. Edsel, don't be a retard. Loud noises. Dat er iets vreemds met hem was. Want toen ik me geschrokken omdraaide, trok hij net een enorme boom uit de grond en sloeg ermee op los, alsof hij nu pas echt kwaad werd. Hij stond door de heen en bracht mij naar ons kamp. En daar verdween hij voor ik iets kon doen. Ik meldde dat en vertelde wat ik die nacht had beleefd. Met die vreemde reus die camouflage werd genoemd. Bij het horen van die naam trok er een dokter aan de mouw. En die heeft mij naar een groene tent gebracht. En zij zal er niet om liegen, maar hier ligt camouflage. Hield zijn hand vast in zijn laatste uur van nacht. Hij lag hier al een hele week. En sterven zei hij dokter. Kan ik nu wat doen voor de jongens buitenin die grote baasje? Hij gaf me toen zijn naam, maar John, en die geef ik door aan jou. En we gingen in gebed voor die reus van een camouflage. Oh, 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 camouflage. Dingen gaan pak anders dan je dacht. Oh,
dickhead. Edsel, you're a fucking dickhead. Yeah. Why do we have the deaf guy on point? Ooh, that rubber band. He makes for a good target. Shit! Edsel, no! No, fucking Edsel, no! And like I said, why do we have the deaf guy on point? Edsel is dead. Edsel, more like Edsel. Reloading. No, we haven't got any bearing. Grenade out. Oh god. Bearing I think I got him. Right. There was a guy 3D. I can't see anything. There's also It's the jungle. I hate jungle fights. Первый, really. Do. There's also enemies down the path as well. Движение на северо-запад. Okay, I think our east is clear. Heads off! Open your mouth. No, because they're down the path. They're down the path. Another parachute player if you can. Open your mouth. Thank you. Does the AI even take suppression effects? Yes, they do. Good. Up the hill, back. Up the hill. Friendly on the hill. Lurk. I can chuck smoke down. Lurk. Where's Lurk? Lurk's dead. Lurk, dead? Are you okay, alive? Yeah, Edsel's dead. Okay. Edsel's really definitely that, dead. Yeah, I got the guy. I did radio it about it. Well, you know he's fucking right? Ghost posting. Yeah, put on your end. What can we loot off of him? What was his job again? Dead. Nothing good. Where's this corpse? Oh, she's got chem lights. I've got his. We've pistol. All got chem lights. Don't forget to I've take the tags. I've got more chem light than the rest of you guys now. Oh lord. Coming back, lads. Don't shoot me. All right, where's Lurk? I need his tags as well. I don't know. I can't see shit. He say he was down. Oh, he's alive. He's alive. We've been asking you if you're alive for 5 minutes, you retard. He said down, and then he said hostile to the the northeast was the guy that I killed. He wasn't dead. That's why I shot at him, hit him in the head. He went down. Can you give an idea of where you are, Lurk? Yeah. That's the problem, Lurk. We're looking. Okay, guys. Okay, so come down. Man joins his own search party again. You okay, Lurk?